Hallo. Ik sta hier naast Laurien. We kennen haar van de hele spectaculaire beelden van de Olympische Spelen, want toen was je bijna de baan uitgereden. Ja, ging maar even naar kijken, jongens. Het scheelde maar echt een centimeter. Ja. Ben je er bewust van zo'n moment? Of is het maar gewoon op intuïtie dat je zo stuurt? Het is meer op intuïtie. Het is niet zo dat je echt de skills hebt dat je denkt van nou, ik rij even erop en daarna rijd ik er weer af. Dus dat niet. Maar het enige waar je mee bezig bent is op de fiets blijven zitten en toch nog je rit proberen te winnen. Alleen dat lukt natuurlijk niet meer. Nee. Maar dat je gewoon kan doorfietsen is wel top. Wauw. Zo hard. Is dat nodig, zo hard? Ja. Laurien was oorspronkelijk schaatser, maar dat was niet genoeg voor haar. Dat zie je vaak bij vrouwen. En dan hebben ze iets, zijn ze toch weer niet tevreden, moet nog meer. Toen ben je erbij gaan fietsen. En toen bleek dat je eigenlijk nog veel beter kan fietsen dan schaatsen. Dus nou stop je met schaatsen. Ja, voor mijn idee moest ik gewoon een keuze maken om wel echt voor één sport te gaan. En dat is de baanwielrennen geworden. Ja. Laurien, heb je altijd al van dit soort benen gehad? Of is dat echt gegroeid door het trainen? Nee, ik heb altijd wel goede benen gehad. Ja, dat is echt impressive. Dank je. Jij kan echt de dingen vermorzelen daartussen, denk ik, of niet? Ja, stom mee hoor, nee. Draag je wel eens een kort rokje in de zomer? Nou, niet zo heel vaak. Want er komen de zulke benen op. Daar zijn ze te groot voor. Nee, ja, valt wel mee, maar ja. Het maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit. Het interesseert je eigenlijk niet? Nee. Nee? Nee, ja, nou ja, het hoort er gewoon bij en het zijn gewoon zulke benen, dus dan hoort het er gewoon bij. Als je een man was geweest, zou ook niemand er wat van zeggen, toch? Nee, daarom. Nee. Even over het trainen, je stopt er steeds meer gewicht bij. Hoe zwaar weeg jij? Rond de 364 kilo. Wat squat je? Dit is nu 100 kilo. Is het niet een beetje overdreven om 100 kilo te gaan squatten? Nou, valt wel mee, toch? Het is wel link om dit in je eentje te doen, toch? Dat zijn nu... Oh ja, je bent nu weer bezig, sorry. Wow. De kracht van een baanwielrenster, dat ben je, zit toch in de kont en in de benen, neem ik aan. Ja, maar ook wel wat meer in het bovenlichaam. Dat is wel een groot verschil met het schaatsen. Eigenlijk het eerste moment dat je uit de machine gaat, dan moet je zelf echt helemaal uit de machine trekken. Voor dat ene moment? Ja. Dat moet stijf blijven om die kracht over te brengen op die trappers. Ja, zit je te kijken en wil je een keer wat sneller wegkomen bij het stoplicht? Nee, maar dat is toch zo? Ja. Met gestrekte armen vertrekken, want dan wordt die kracht beter overgebracht. En misschien een baanfiets, dan gaat het ook sneller natuurlijk. Na een half jaar heeft zij al een bronzen medaille gehaald op het EK baanwielrennen. Ja. Na een half jaar. Ja. Dat is krankzinnig. Was maar eerder begonnen. Was maar eerder begonnen. Ja, nee. Je neemt gewoon alle ervaring mee vanuit het schaatsen. En dat, zo kan je alles wel goed praten, maar je hebt eigenlijk gewoon de verkeerde keuze gemaakt.